Jongens, op 29 september aanstaande verschijnt hij pas. Als je hem kunt krijgen. Maar wij hebben hem al. Het is hier, jongens. Check dit, de Super Nintendo Entertainment System. Nintendo Classic Mini. Of zoals wij hem gewoon noemen, de SNES Mini. Hij is binnen. Hoe vet is dat? Super snel. Ik heb ook voor de gelegenheid van deze unboxing heb ik ook de oude SNES erbij gepakt. Deze is echt van mij. Daarom is hij natuurlijk helemaal vergeeld. Dat hoort namelijk bij oude shit. Dat hoort een beetje jaren 80 te vergelen. Dat is trouwens jaren 90. Maar dat maakt verder niet uit. En wij gaan hem uitpakken. Twee controllers zitten dit keer in. En 21 games. We weten het debacle van de eerste NES. Die was overal direct uitverkocht. Ik heb geen idee wat er met de SNES is. Maar we gaan in ieder geval zien wat er allemaal in zit als je het pakketje straks openmaakt thuis. Voilà. En ik vind de retro vibe van dit hele pakket super vet. Zelfs als je zeg maar dit boekje al ziet, dan voelt het een beetje jaren 90 aan. Weet je, het is ook niet in kleur en niet te high tech. En sowieso dat logo al natuurlijk. Kijk nou, dit is het mooie boekje in allerlei talen wat je er allemaal wel en allemaal niet mee moet doen. Steek hem niet in de brand, zal er ongetwijfeld staan. En je krijgt er dit keer twee controllers bij. Dat was bij de eerste NES Mini was dat niet het geval. Dus dat er één controller bij, kun je er nog een los kopen. In dit geval kun je direct aan de slag met twee controllers. En jij vraagt je af wat voor aansluiting heeft deze controller. Dat is exact dezelfde als de aansluiting van de NES en van de Wii Remote. Want die had ook deze aansluiting. Check hem. Nou ja, verder is de controller precies zoals je gewend bent van de console uit de jaren 90. Hij voelt ook precies hetzelfde aan. Het is gewoon een exacte kopie. En dit is gewoon de controller. Twee stukjes krijg ik daarvan bij in de doos. Ik kan ook de andere even uitpakken, want ik kan Tom een mooi in beeld nemen straks als ze allebei naast elkaar liggen. Sorry, ik verpest het helemaal, Tom. Het spijt me. Anyhow, we gaan naar het volgende, namelijk de HDMI-kabel. Die zit er ook in. De console is gewoon via HDMI op je televisie aan te sluiten, waardoor je geen gekloten met SCART-kabels. Ideaal. En dan komen we bij het apparaat zelf. Dus de voeding, het USB, daar power je mee. Dit is hem, jongens. De SNES Mini. Het is echt zo'n schatje. Ook van de voorkant denk je van, wow, maar hij heeft dezelfde ingang van zeg maar controllers als vroeger. Maar dat is gewoon een cosmetisch ding, want hieronder gaan de controllers in. Super vet. De eject-knop werkt niet. Het schuifje gaat ook niet open, zoals bij de grote versie wel het geval is. Ik zal ze even naast elkaar zetten. Kijk, schuifje open hier niet. Eject-knop hier niet. Deze reset-knop doet het trouwens wel. Want dan ga je weer terug naar het hoofdmenu. En dit is gewoon de power-knop. En dan hebben we nog de achterkant. En daar heb je inderdaad de HDMI-aansluiting voor je televisie. En de micro-USB voor de voeding. De kabels zijn ook een stuk langer gemaakt van de controller, zodat je zeg maar nog verder van je televisie af kunt blijven gamen. Ja, en dan de games. Ja, er staan superveel games op. We komen later in een review op gamersnet.nl uitgebreid terug op alle games. Maar ja, natuurlijk, de allereerste Mario Kart staat erop. Super Metroid staat erop. Donkey Kong Country. Dat soort games uit die periode. Maar vooral Star Fox 2. Nooit eerder uitgebracht. Nooit afgemaakte game. Die hebben ze nu afgemaakt en op het systeem gezet. Dat is natuurlijk wel een uniek dingetje voor de fans. Dit is hem, jongens. De SNES Classic Mini. Voilà. En hij is vanaf 29 september verkrijgbaar voor ongeveer 80 euro, als je er nog één kunt vinden. Laat ons hier in de reacties weten wat je ervan vindt. Wat vind je van het apparaat? Wat vind je van dat Nintendo deze dingen nu uitbrengt? Want ja, het is natuurlijk wachten nu op de Nintendo 64 Mini. En laat ook ons vooral weten of je er een aan de haak hebt weten te slaan. Onwijs bedankt voor het kijken en tot heel snel weer bij de volgende unboxing.